In de zomermaanden vinden de zomerwerkzaamheden plaats. Een drukke periode vol werkzaamheden. Waarom gebeurt het juist in de zomer? Deze zomer zijn we bezig met veel werkzaamheden. Onder andere op de ringwegen, die zijn eigenlijk allemaal wel aan de beurt deze zomer. Maar er zijn ook veel werkzaamheden op kleinere wegen, zoals de Vondellaan achter me. We doen de werkzaamheden over het algemeen veel in de zomer, omdat er dan sprake is van mooi weer. Dus dat betekent dat het handiger is om asfalt aan te leggen in die periode. Daarnaast kiezen mensen door het mooie weer vaker de fiets. En is het natuurlijk vakantie, dus zijn er gewoon minder weggebruikers op de weg. En heb je dus iets minder last van de overlast die wij met de wegwerkzaamheden veroorzaken. We plannen de werkzaamheden samen met de wegbeheerders, dus bijvoorbeeld met de gemeente en provincie. Die komen met een planning van hoe zij het graag zouden willen. Wij leggen dat dan als Groningen Bereikbaar, leggen we dat naast elkaar en kijken wat er naast elkaar past. Het gebeurt wel eens dat een verzoek wordt afgekeurd en dat heeft dan te maken dat het in de planning gewoon niet naast elkaar past. Dat je bijvoorbeeld een Herenweg en een A28 wil je niet tegelijkertijd dicht hebben. En soms heeft het ook te maken met de invulling van de plannen zelf. En dat betekent dat er bijvoorbeeld verkeersregelaars nodig zullen zijn om het in goede banen te kunnen leiden. We doen zoveel werkzaamheden tegelijkertijd omdat er, zoals ik al eerder al uitlegde, in de zomer is het handig om dat te doen. Omdat er gewoon minder verkeer op de weg is. En daarnaast is het ook zo dat er gewoon andere werkzaamheden zijn naast aanpak Ring Zuid die ook moeten gebeuren. En dat kan niet altijd uitgesteld worden. En dat betekent dat er soms handige combinaties gemaakt kunnen worden. Maar goed, het blijft natuurlijk vervelend voor de weggebruiker. Na de zomer zijn we nog niet klaar met de werkzaamheden. Aanpak Ring Zuid, dat blijft gewoon doorgaan. En dat betekent dat er ook veel voorbereidende werkzaamheden zullen zijn voor volgend jaar. Maar er zijn ook projecten van bijvoorbeeld de provincie aan de Ring Noord die nog spelen. Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden, omleidingsroutes en reistips op www.groningenbereikbaar.nl.